Het ministerie van Volksgezondheid waakt ervoor dat de drugssoort snus zijn weg naar Suriname vindt. Dit verslavend middel wordt reeds lange tijd gebruikt in voornamelijk Europa, maar lijkt de afgelopen periode een trend te worden. Het ministerie heeft eerder deze week via een persbericht de Surinaamse samenleving geattendeerd op de schadelijke effecten van snus voor de gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een alert doen uitgaan, zodat de samenleving bewust is dat een drug snus genaamd in het buitenland aangeboden wordt aan vooral kinderen en dat dit gevaarlijk kan zijn. Het is namelijk zo dat er een bepaald verslavend middel in zit, dat is nicotine. Nicotine die komt al voor in sigarettenrook. En dan zijn er ook nog andere schadelijke stoffen, kankerverwekkende stoffen die erin zitten. En dat ervoor kan zorgen dat de gezondheid van de persoon in gevaar komt. En dat verslavend effect moeten we niet uit het oog verliezen. Dus het is momenteel nog niet geconstateerd in Suriname. Gelukkig nog niet, nog geen melding, nog geen rapportage, maar we moeten alert blijven. Het gaat om een drugstoort dat in aantrekkelijke verpakking wordt aangeboden aan vooral kinderen. En dat ze eraan, dat ze aan zo'n verpakking kunnen zuigen of ruiken. En doordat dit middel verslavend effect kan hebben, kan het voor problemen zorgen. Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht door de veiligheidsdienst in het land, de inlichting- en veiligheidsdienst. En deze werd ingelicht door de buitenlandse counterparts. Het is goed als de samenleving alert blijft en vooral waar kinderen worden geschoold, waar kinderen op gelet worden, dat de ouders, de verzorgers, de leerkrachten en degenen die letten op de kinderen weten dat zoiets bestaat en dat men alert moet zijn. En weet, soms lijkt het erop alsof kinderen gewoon bezig zijn met een speelgoed of iets dergelijks. En dan zijn we niet bewust van het kan iets kwaad zijn. Dus bij deze wil ik de samenleving eigenlijk informeren om alert te zijn. En hiermee rekening te houden dat kinderen ook bezig kunnen zijn met iets waarbij wij niet beseffen dat er iets schadelijks ingebracht is door kwaadwilligen. Ten eerste, we hebben alvast als ministerie een eerste stap genomen om de samenleving met een persbericht bewust van te maken. Het ministerie die is blij dat ondersteunende diensten ons ook de mogelijkheid biedt om de samenleving voor te lichten en van het gevaar bewust te maken. Verder willen we inderdaad met onze werkarmen, daar heb ik het meer over BOG, over PCS, over RGD en medezending, dit bericht en ons boodschap verder verspreiden naar de lokale samenleving en ook de scholen die onder hun vallen, zodat we allemaal als land dat we alert blijven en dat wij onze kinderen kunnen beschermen van zo'n zeer nadelige gevolg die, als ze eenmaal aan zo'n speelgoedje of snoepje gaan beginnen. De Nationale Antidrugsraad die is een heel belangrijke organisatie om ervoor te zorgen dat drugsproblematiek in de samenleving specifiek aangepakt wordt. En indien nodig, dan zal de raad sowieso ook bij betrokken worden om alvast de voorlichting aan te scherpen. En als het probleem groter wordt, dan sowieso zeer actief betrokken te raken. Maar voor nu is het eigenlijk meer de focus op voorlichting. En daarmee kunnen ze ook ons ondersteunen. Ja, dus we hebben inderdaad behalve een Nationaal Antidrugsraad, hebben we dan ook een
een bureau om verslaving eigenlijk aan te pakken. We hebben daar psychiaters die ook aan meehelpen. Vooral dokter Nanda is actief betrokken daar. En we willen sowieso wat meer doen. Dan heb ik het niet alleen over voorlichting in de preventieve vorm met onze mental health plan, als het ware. Maar dan willen we behalve voorlichting ook gaan naar meer voor mensen doen die verslaafd zijn geraakt, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van een verslavend middel.